Hallootjes, welkom bij een Extravaganza Spotlight, waar ik de spotlight zet op een artiest of band uit een andere Extravaganza. Met nog veel meer feitjes die allemaal niet in de Extravaganza pasten, want anders worden die Extravaganza's 58 minuten lang. Dat is natuurlijk te lang, hè mensen. Dit keer gaan we het hebben over Sweet, of The Sweet, dat mag allebei, de bekende glam rock band uit de jaren 70. Bij het researchen van My Sharona kwam ik ze tegen en het bleek dat The Sweet heel veel goede nummers had. Een paar kende ik wel, maar niet allemaal. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat de bandleden best wel tof waren, vooral bassist Steve Priest. Waarom dan, Bas? Nou, dat ga ik natuurlijk allemaal uitleggen. The Sweet heeft een beetje het image van een commercieel popliedjesbandje, maar dat zijn leugens. Trap er toch niet in, mensen. En ik had ze dus een beetje geresearched voor Extravaganza 17. Ik begon ze net te waarderen toen een week later tragisch nieuws voorbij kwam. En ik dacht, damn, daar moet ik iets mee. Dus daar gaan we. The Sweet dus, opgericht eind jaren 60, bestaande uit zanger Brian Connolly, basgitarist Steve Priest dus, drummer Mick Tucker en uiteindelijk na een aantal wisselingen gitarist Andy Scott. En met deze vier hadden we in 1970 de classic line-up. Nou, ik noemde het al, je kent The Sweet waarschijnlijk vooral als glam rock band. Wat glam rock is, daar kom ik straks nog even op terug. Maar The Sweet maakte niet altijd rockmuziek. Ho, netjes. Ze begonnen namelijk met bubblegum pop. Met wat? Met bubblegum pop. Kauwgum. Pop. Nou, wat is het dan, kauwgum pop? Dat is een genre in de popmuziek, vooral populair tussen 1967 en 1972. Dat gekenmerkt werd door blije melodieën, blije teksten, dat opzettelijk commercieel geschreven en uitgevoerd was en dat gericht was op kinderen en tieners, zeg maar kauwgum covers. En het bekendste bubblegum popnummer is deze. Sugar. Oh, honey, honey. Super mega ultra hit van de Archies. Maar hoe komt een rockband, zoals The Sweet zichzelf toch vooral zag, terecht in een genre als bubblegum pop? Dat kwam omdat, ondanks dat The Sweet hard aan de weg timmerde, ze in 1972 drie mislukte singles hadden en het er dus niet zo goed uitzag voor The Sweet. Toevallig kwamen ze rond die tijd een bevriende muzikant tegen die inmiddels producer was geworden. Phil Wayman heet hij. En zij vroegen, hey Phil, heb jij nog ideeën anders? Nou, en Phil die kende toevallig Nicky Chinn en Mark Chapman. Twee op dat moment nog onbekende songwriters. Nou, voor de mensen die Extravaganza 17 nog niet gezien hebben en die dus niet weten wie Nicky Chinn en Mark Chapman zijn. Ga eens gauw kijken dan. Want dan weet je dat Chinn en Chapman dat die heel aardig liedjes konden schrijven. In 1970 waren ze nog niet bekend en hadden ze slechts een paar demo's van hun nummers die ze probeerden te slijten. Een van die demo's heette Funny Funny en dat was een behoorlijke rip-off van Sugar Sugar. Je zou het niet zeggen natuurlijk, maar het was ook hun beste demo. Sterker nog, zij geloofden zo in dat nummer dat ze het al ingespeeld hadden en dat ze eigenlijk alleen nog een band zochten om het in te zingen. Enter The Sweet. Waar, nogal ongewoonlijk, alle vier de bandleden een goede zangstem hadden. En na drie mislukte singles riep The Sweet natuurlijk, we doen het! En ze zongen het nummer in. And it's so funny, funny what you do, honey, honey, what you do, what you mean to me. En jawel, het nummer was een dik succes. De eerste echte hit voor The Sweet. Nummer 1 in Nederland. Ja, wij hadden het al allemaal gezien bij... Maar fijn, de carrière van The Sweet was op gang. Dat wil zeggen, de bubblegum pop carrière van The Sweet was op gang. Maar ja, The Sweet wilde de hardrock kant op. Maar Chinn en Chapman die zeiden, ja, jullie moeten je muil houden, jullie willen toch succes. Hier, bubblegum pop, dat werkt, hits. En The Sweet scoorde inderdaad nog een paar hits met wat blije popliedjes van de hand van Chinn en Chapman. Maar goed, The Sweet bleef zeiken en na anderhalf jaar zeiken zeiden Chinn en Chapman, oké, we komen wel een keer kijken bij een concert van jullie. Want bij hun concerten speelde The Sweet ook eigen nummers en dat was veel meer rock. En dat bleek zo goed dat Chinn en Chapman zeiden, misschien moeten we toch eens proberen om meer rocknummers te schrijven voor deze jongens dan. En de eerste poging daartoe heette Wig Wham Bam. Waar je inderdaad wat meer rockgitaren hoort. Maar verder was het nog wel een behoorlijk bubblegum popnummer. Maar het ging aan met het geweldige Blockbuster uit 1973. Does anyone know the way? There's got to be a way. Blockbuster! Dat was ook meteen het eerste glam rock nummer dat ze maakten. En daarvoor doen we even een zijstapje. Glam rock was een muziekstroming uit Groot-Brittannië dat gekenmerkt werd door behoorlijk recht toe recht aan rocknummers, maar met zeer extravagante uiterlijkheden. Make-up, glitter, glamour, gekke flamboyante pakjes en als het even kan, hoge hakken.
En het verhaal van glam rock begon in 1971 bij Mark Bolan van T-Rex. Die bij een optreden bij een muziekprogramma Top of the Pops een kek pakje aantrok en wat glitter onder zijn ogen deed en een nieuw muziekgenre was geboren. En toen in 1972 David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars uitbracht. Ziggy play guitar. Tegenwoordig gezien als een van de beste rockalbums aller tijden en een glamrock album, stond glamrock als een huis. En met bands als Sweet in het kielzog, die ook gaarne wat flamboyante pakjes aan mochten trekken. Vooral bassist Steve Priest, ik noemde hem al aan het begin. Want Steve Priest was cool en hij omarmde het theatrale deel van de glamrock met volle teugen. Een reden was, zo zei hij in een interview, dat de meeste mensen toch al dachten dat de Sweet allemaal homo's waren. Homo's! Ik ben geen homo's! Dus Steve dacht, nou dan doe ik de gewone schepje bovenop. Trek ik hoge hakken aan, met make-up op en extra glitter en felle kleuren. En zoals één comment in een YouTube video van The Sweet zegt, Steve is looking confusingly sexy. Ik hoor een aantal mensen denken, zeg maar, Bas, dat klinkt allemaal wel een beetje homofobisch. Nou, misschien, maar niet van Steve, want die maakt het niet uit of mensen denken dat hij homo's is. Maar het is blijkbaar wel wat de muziekblaadjes verkocht. Steve die is wel van het dingen aanzetten en van het scheid aan de wereld hebben. Bijvoorbeeld bij dit optreden. Ja, voor de duidelijkheid, dat stuk dat de BBC geblurred heeft op de arm van Steve, dat is inderdaad een hakenkruis. Ja, zo is Steve, hè? Vol vertrouwen en energie. Een man van de wereldoorlog. Want het is goed om af en toe dingen in de zeik te nemen. Vooral nazi's. En het is goed om dingen niet altijd te serieus te nemen. Zoals bijvoorbeeld ook de gitarist in dit optreden doet, die drie benen heeft. Nog een leuke anekdote. Steve Priest ontmoette backstage bij Top of the Pops een andere artiest. Terwijl Steve dik in de make-up werd gezet. En die andere artiest zei, nee, wat ben je aan het doen? De make-up moet subtiel. Maar Priest zei, hij snapte het niet. Dat was helemaal niet de bedoeling dat het subtiel was. Ik moest eruit zien als een oude taart. En die andere artiest was David Bowie. Dus laten we zeggen dat Bowie daar ook wel van teruggekomen is. Misschien wel door het gesprekje met Steve. Afijn, een beetje punkhouding, een beetje uitdagen met veel relativeringsmogen, terwijl je er ook heel veel lol aan hebt, dat kan ik wel waarderen. Vooral als daar fucking goede muziek bij wordt gemaakt. Want dan komen we weer bij Blockbuster. Want als je dan toch een nummer begint, doe het dan met een luchtalarm. Wat een goed nummer zeg. Het was overigens ook hetzelfde nummer waar je net Steve het wereldoorlog uniform zag dragen. En in dit nummer horen we nog iets cools van Steve Priest, namelijk zijn stem. Want hij doet hier dat shrieking. Die hij de tweede keer met opzet stotterend kapot maakt. Gewoon, omdat het kan. Wat een topgast. Zijn charisma is zoveel sterker dan van die zanger van Brian Dinges. Dat zie je niet vaak dat de basgitarist de blikvanger is. Meestal is de basgitarist de saaie lul van de band. Niet bij de Sweet. Wat een topgast en wat een topnummer, Blockbuster. Ik kan me de impact van dat nummer met luchtalarm in de discotheken van 1973 goed voorstellen. Overigens opvallend hoeveel het riffje van Blockbuster lijkt op het riffje van Gene Genie van David Bowie, die 2 maanden daarvoor uitkwam. Toeval, zeiden zowel de Sweet als Bowie. Na Blockbuster kwam de Sweet met nog een beter nummer. Waar Blockbuster er zo langzaam stuwend in komt, knalt de ballroom blitz er blam gelijk in. En de Sweet vond het nummer in eerste instantie maar niks, totdat producer Phil Wayman, die ook drummer was, het kenmerkende drumriffje verzon. En ook in dit nummer is het weer Steve met die geweldige stem. Ik dacht altijd, dat is de zanger, Brian Dinges. Maar niets is minder waar. Het is Steve. Zo'n goede stem, dat die gesampled is op een van de beste nummers van de Beastie Boys. She's the passionate one.
En het nummer werd een van de grootste hits van de Suite. Het kwam zelfs op 5 in Amerika, een land waar glamrock niet populair was. En toen wilde de Suite natuurlijk door. Maar Chin & Chapman kwamen alleen maar met meer van hetzelfde, nu dan glamrock. Dus zei de Suite, en nou is het afgelopen. En gingen ze verder zonder Chin & Chapman. En dat is lef hebben, want zo'n beetje alle hits die ze hadden gehad, die waren door Chin & Chapman geschreven. Maar, onverwachts en knap, ze hadden zonder Chin & Chapman ook nog 2 grote hits die ze dus zelf schreven. Maar daarna ging het toch bergafwaarts. Om te beginnen met het alcoholisme van zanger Brian Connolly, zo heet hij natuurlijk. En hij werd daarom in 1979 uit de band gedonderd. En begin jaren 80 nokte de Suite er helemaal mee. Hoe dan ook, van 1971 tot 1978 groeide de Suite uit van een bubblegum popband tot een van de belangrijkste en tofste rockbands van de jaren 70. Met een hele reeks aan fijne hits. En ik kwam ze dus hernieuwd tegen in mei 2020 toen ik Extravaganza 17 aan het researchen was. De Ballroom Blitz kende ik wel, maar Blockbuster had ik nooit zo goed naar geluisterd. Wat een goed nummer. Dus ik zat net lekker in die muziek en in de band toen ik deze headline voorbij zag komen. Steve Priest, oud-bassist van The Suite, op 72-jarige leeftijd overleden. Gestorven op 4 juni 2020, een week nadat ik de Extravaganza postte. Geen verband hopelijk. En dus wilde ik Steve en daarbij Suite even in het zonnetje zetten. In de spotlight. Dus bij deze. Rest in peace Steve Priest. Gestorven op 72-jarige leeftijd. Toch nog wel jong. En hij was niet de enige. In 1997 overleed de zanger Brian Connolly op 51-jarige leeftijd dan eindelijk definitief. Ik zeg definitief, want hij had begin jaren 80 op één dag 14 hartaanvallen. En dat zag je er ook wel een beetje aan af. Yeah, that's what a lot of people think. Yeah. But that came years later. Oef. Maar ook drummer Mick Tucker, die tegenwoordig wordt gezien als een van de meest onderschatte drummers uit de jaren 70, overleed al op 54-jarige leeftijd aan leukemie. En nu dus Steve Priest. Het is een behoorlijk overleden band op gitarist Andy Scott na. Nou ja, het schijnt dat de bandleden in de jaren 70 in hun hoogtijdagen ook wel goed konden feesten en genoten van het leven. Dus laten we vooral daaraan denken en aan hun muziek. Wat make-up op, een satijnen overhemd aan en meezingen met Blockbuster. Tot de volgende keer.